huis waren weer enorm veel rellen, liepen uit de hand. U was zelf niet thuis. U moet nog iets tegen die relschoppers willen zeggen die bij u in de straat stonden. In het algemeen, hou je aan de wet. En dat geldt voor alle Nederlanders en dat geldt ook voor alle boeren. Hou je aan de wet. En ik weet, en ik spreek overigens heel veel boeren, die hier echt hun afschuw over uitspreken. Dit zijn natuurlijk niet alle boeren. Dit is een klein groepje, ja, bijna relschoppers die gewoon de grenzen overgaan. En ja, dat is vreselijk. Nu staan er, wordt er ook maandag weer gesproken over grootschalige acties in het land. Wat is je boodschap voor boeren? Nou, voor alle boeren die zeggen, ik maak mij zorgen over deze plannen en ik maak me zorgen over mijn bedrijf. Alle ruimte om je stem te laten horen, alle ruimte om daartegen te protesteren of in gesprek te gaan met LNV bijvoorbeeld. Maar binnen de grenzen van de wet. En ik zie dat de meeste boeren dat ook overigens binnen de grenzen van de wet doen. Degenen die denken dat je dat grondrecht kunt misbruiken door te gaan rellen, mensen in gevaar te brengen, politieagenten te belagen, nee. Wij laten ons niet intimideren. Dat gaat niet gebeuren. En je wordt ook opgespoord als je strafbare feiten pleegt. Ja, gewoon niet doen. Ga het gesprek aan. En we moeten ook niet alle boeren over één kam scheren. Er zijn boeren die echt grenzen overgaan. Maar er zijn gelukkig ook heel veel boeren die wel echt het gesprek aan willen gaan. En die dit ook afkeuren. Het idee dat een onafhankelijk voorzitter daarbij een rol kan spelen om weer op on speaking terms te komen. Ik vind dat een goed idee. De minister-president lijkt dat ook in antwoord te geven. Dat gesprek, dat je zegt, nou, laat nou iemand eens even helpen om dat op gang te brengen en ook weer wat rust te brengen in die discussie, die begrijp ik heel goed. Ik denk ook dat het een goed idee is om een soort gespreksleider te hebben. Want we moeten natuurlijk met elkaar aan tafel en gaan verbinden. En, dus ik vind dat een goed idee en ik ga komend weekend nadenken hoe we daar vorm aan gaan geven. Alleen, ik wil hier niet knollen voor citroenen verkopen, om maar even in de sector te blijven. En dat betekent dat als het idee zou ontstaan, dat betekent de doelstelling omlaag of de snelheid omlaag, dat gaat helaas niet. De doelen staan, daar ga ik voor. Maar waar ik wel heel veel ruimte bied, is de manier waarop we die doelen gaan halen met elkaar. En daar hebben we komend jaar de tijd voor om te kijken hoe gaan we dat doen. En daarna hebben we natuurlijk nog tot 2030 om de doelen te realiseren.